Koele knakker, ijzersterk. Eén trap in de lucht en zweef smooth naar achter. Michael Jackson! Dappere Brit, Time Lady, als mijn hand omhoog gaat zitten, tijd er bijna op. X noemde onze sponsoren al, shout-out naar hun, shout-out naar iedereen in de zaal en natuurlijk ook naar de mensen die nu kijken. Heb je het nog niet gedaan, abonneer dan nu op ons kanaal, want er komt echt superveel toffe content aan. Yes sir, dit is de main event van vandaag en deze ga ik opdragen aan de boy Pat Stay, Bad Rap Legend. Helaas is hij heen gegaan, kort verleden, maar ik wil dat jullie het even opgeven voor deze man, man. Vaak zeggen ze... Wait a minute. Ze zeggen vaak een minuut stilte, maar we gaan het niet doen, want hij was de MC. Dus wanneer ik tot drie tel, zeggen we allemaal, look at you, go. Right? 1, 2, 3, look at you, go! Rest in peace, Pat motherfucking Stay. Sucker for your bows. Yes, sir. Rapper aan mijn rechterkant, stel jezelf voor. Hey, yo, Fiction Team België, Rotterdam, laat jullie horen. Rapper aan mijn linkerkant, what up? Don Tata, ben ik goed te verstaan? Even check. Yes. Rotterdam, maak het geluid alsjeblieft. Kom. Yes sir. Main event van de dag, Nederland tegen België mensen. We hebben een gekke derby hier zo. Wat gaat gebeuren? Kom op een punt. Ja, kop. Jij zegt kop. Ik zei hem eerder. Hij komt van het verste. Okay. Dus hij mag het van mij zeggen. Het is by the way munt, dus jij mag het dan weer zeggen. Oké, begin maar. En het is op België. Fiction, eerste ronde. Brit, heb jij de tijd ready? Alright. Yo. Alright, dus. Let's go. Als de boot ondergaat, moet de kapitein mee. Dat is wat jullie toch dachten? Nu ik bemanning op mijn schip heb, moet iedereen constant oppassen. De bodem van de oceaan zal elke zieliger toch landen. Maar neemt de kapitein wraak, zie je een vliegende Hollander. Dus ik zei, Aiki, ik wil battelen, zet het on lock. Ik zit met iets te veel agressie, ik word zot in mijn kop. Mijn volgende tegenstander, die stomp ik verrot. Ik maak een lijst van mensen die weg moeten en zet het donder maar op. Dus donder maar op en doe niet te vervelend met je poespas. Want in je battle tegen Prelek deed je ietsje te stoer, gast. Zijn borst de hele tijd aanraken alsof zijn shirtje niet goed zat. Schreeuwen in zijn gezicht als een vervelende boeman. Was dat gedrag om te coveren dat je niet helemaal goed was? En de shit die jij geschreven had vol zever en poep zat? Je ging zelfs huilen dat de uitslag van de jury niet goed was. Hoe verwacht je dan te vroeg in mijn wereld te stappen, als je zelfs niet in je battle tegen prematuur genoeg was. En toch wil Don Tata toch altijd maar iets toer zeggen. Dus ik begin hem licht te dimmen, ik kom de mood zetten, maar kan hem stikken steken, ophangen of zijn back toe mappen. Ik heb veel keus, net als Pool Planet. Tata wordt pussy als hij geslacht wordt, net als Bruce Jenner. En iemand van je matties doet er wat aan je hele crew faggots. Tata sterft omringd door bitches in zijn kring. Joe Hefner, maar doe het echt, move effe. Of zoek dekking, want ik moet vechten. Ik kom steeds met scherpe punten als ik punch, als Hugh Jackman. Of met die waggy pull-ups. Kut! Het is Don die ik moet hebben. Ik stop Don in de kofferbak. Nu voelt hij zich niet meer zo good, fellas. Hey, als ze vragen of ik tof vind wat Tata schrijft. Nee, jongen, zot. Als Tata zo blijft schrijven, maak ik Tata kapot, net als Theo van Gogh. Dus stop met die bullshit en bespaar een ingreep. Of ik neem zware shit mee. Map je aangezicht scheef, nu kan je maanden niet spreken. Het leek wel epilepsie hoe je kaken dichtknepen. Dus laat ik aan je bitch weten dat er geen lippenstift op je kraag zit. Nadat we Tata snelle hazellip geven. Ik ben nog niet klaar met die bitch, nee, want jullie het echte stoerpik, maar die fact die doet niks. Stel je met een poolstick tot je inwendig bloed, bitch, speel het dirty tijdens Street Fighter, doe wel 6 hadoukens, F je bullshit, nep ze smoel dicht, hij kan er niet meer over praten, het ligt echt gevoelig.
Jij bent geen don. Jij bent de flikker, bitch, te simpel, shit, verman je. Ben jij een don? Dan is het Don Simon. Die fruity shit uit Spanje. Don Tata. Hoezo claim jij leider van alle banken? Heel België wil Tata weg, net Willem van Oranje. Time. Brie, tijd ready? Yes. Let's go. Hey, toen ik hoorde dat ik jou battelde, werd ik echt ontzettend bang, broski. Niet door hoe goed je rapt, hoor. Ik ben gewoon erg transfobisch. Nee, joh. Like, I give a damn wat je feitelijk bent. Ik vind je hoe dan ook sowieso een dijk van een vent. Ik bedoel, kijk eens naar hem. Wat ruimt er op mannelijk wijf? Shit, I don't know. Zwangere guy. Hey, die Belgen hebben pas wat bekijks als ze bij Top Notch of Noah's Ark zijn gesigned, want het is een algemeen feit. Bitches kunnen niet met onafhankelijkheid. Hij was trans, lesbi, switch. Kijk, ik hou het al lang echt niet meer bij. Hij zei op elk potje past een deksel, dus wilde panseksueel zijn. Like, bitch, why? Iedereen kan zien, je brengt wat kilo's hier zo aan, bro. Maar jij gaat naar buiten met die tunnels als de LGBT Chapo. Ik bedoel, jij hebt je hiervoor opgemaakt. Ik ben hiervoor gemaakt, ho. Wat denk je? Ik laat me schetsen door die gekke Johnny Travona, bro. I won't. Hey, ik kwam voor de kill. Hij verandert genders. Verwarde mensen, want Vicky Minaj zit in de kasteel. Barbie Mansion, zeg dat ik dit speel. Who started acting? Was dit maar zwart-wit gefilmd? Want ik maak straks fiction stiller dan Charlie Chaplin. Oh. Jij fucking has-been. Luister, bitch. Wil je dikker schrijven? Gebruik een stift. Want ik ga over hoofden terwijl jij duikt voor niks. Maar is dit het nationale elftal? De rode witte duivels in hun uitoutfit? Well, let me guess. Dit is Triest Mertens. Die eigenlijk liever niet buiten is. Rap Tielemans. Kom niet verder vooruit dan mid. Maar hoe zit het met Estrada? El Carbijs. Wil je zeggen dat er niemand goed met een donkere huidskleur is? Waarom ben jij geschikt als coach van België? Als je de bruine skipt. Bro. Jij bent niet bruin, bro. Ja, jij moet je betalen. Mijn broer. Let's go. Uit. Time. Yes, sir. Uit. Tweede ronde fiction. Britt, heb je de tijd? Ja. Publiek, hold it down. Drinken. Hold it down voor die tweede ronde. Dit was mijn laatste. Yes. In de face of tegen Chiefs gingen zagen dat zij meer moeten betalen. Maar bro, je hebt nog niks gedaan. Van jezelf nog niks gemaakt. Een don zou toch moeten weten hoe een investering werkt? Jongen, doe toch eens normaal. Met je waanbeelden. Je bent geen baas, kerel. Je bent nog maar een fucking rookie bitch, geen veteraan. Deze shit wordt hem fataal. Zweer het bitch gaat eraan. Hij ging zagen om meer geld, dus ik zet het en betaald. Bro, vroeger deden wij dit om het recht te hebben te bewijzen de beste te kunnen zijn. Wees dus überhaupt dat blij dat je dus iets krijgt voor je gezeik. Bewijs jezelf. Je moet zelfs voor kleingeld al uitmuntend zijn. Ja. Het is me heel duidelijk. Don snapt van de game geen shit. Met hem geen zaken doen, dat wordt je einde, dat verzeker ik. Wat hij zegt klinkt best wel mooi, ja, dat weet ik shit. Maar wie in zee wil gaan met deze bitch, gaat een onder als bij een zeemermin. En dan wil hij nog eens met Demo ruzie zoeken. Ik dacht, stop met zeveren en praten. Een ezel stoot zichzelf toch geen twee keer aan dezelfde steen. Alsjeblieft, ik meen, laat jezelf toch even in je waarde. Maar de don kiest zich als een ezel te gedragen. Dus... Bro. Maar de ton kiest zich als een ezel te gedragen. Dus je wil meer geld krijgen door jezelf belachelijk te maken. Doe nu toch een keer normaal. Je moet ons toch niet gaan betrekken bij jouw problemen, maat. Jij schreeuwt uit, je bent niet daar, Don. Je bent er zelf zeker niet echt helemaal. Wat moet je nou, G? Jij doet dat als pauwnieuws. Want Tata wil profijt maken met negatieve media. Het lijkt wel of je erop kikt de slechterik te zijn, dus please, even niet zeggen. Tata is verslaafd aan pillen nemen en de villain spelen, net als Heath Ledger. Maar bro, die biertjes die je gestolen hebt, waren van de maffia. Dus beter dat je spijt hebt, echt of ze grijpen hem. Maar ze hebben bij Club Blue op de deur liggen schieten. Dus nu hoop ik dat je blij bent, hè. Zeg me, hoeveel mensen kan hij nekken met een Heineken? Dus het is beter dat hij niet zegt of ze slicen hem. En dan ontmoet Don, de Razor, net als de Irishman. Of ze doen een bomgordel om je nek. En het resultaat ervan kan je echt wel niet aanzien. Plots Tata overal, net als gentrificatie. Kijk maar, stelen van de organisatie is fucked up voor de business. Vindt het fucked up voor je captain en fucked up voor je cirkel. Iedereen die naast je staat komt over als bitches. Nu vindt niemand hentai, omdat hij gefucked wordt door je image.
Eerst was het, jij bent niet daar. Daarna zakte deze slang naar de bodem door de drank, net als tequila. Of ik nog respect heb voor Don Tata na die rotstreek? Fuck nee. Shit, ik geef mijn geld nog liever weg voor ik doneer. Maar wanneer die emmer overloopt, word je hier op straat geschopt. Je was een don met waarde toch? Dat kutgedrag, waar slaat het op? Zijn alcoholverslaving en problemen, ja, die slaan op hol. Ja, Tata, het vat is leeg. Proficiat. Maar de maat is vol. Oké. Okay. Wil je nou echt weer over die biertjes beginnen? Hold it down. Wil je nou echt weer over die biertjes beginnen? Het is publiek, zeg eens, man. Oké, okay, de politie? Hold it down. Yes. Publiek, publiek, oh, okay, publiek. Okay. Ik ben weg. Tijd, ik ben weg. Tijd ready. Okay. Ja. Hold it down. Let's okay. go. Oké, wil je nou weer over die biertjes beginnen? Fuck you en de uitkomst. Ja, ik heb wat biertjes gepakt. Dat is wat een man doet als hij thuis komt. Hé, hey, ik kom je zo koulo hard verslaan, vriend. Dit maakt jou straks legendarisch. Jij draagt je land echt op je rug, toch? Wauw, wat een prestatie. Ik til je bodybag mee terug. Zo draag je op je schouders pas een natie. Ik kom voor goud. Hey, ik kom voor goud en Anunnaki. Schreef dit in oud Mesopotamië, die originele auteur, de vertaling. Ik ben authentiek, maar Yari is een foute imitatie. Een counterfeit. Fuck fiction, ik ben autobiografisch. Hey, yo, ik ben gebouwd hier op de straat, G. Jij gevormd door je computer. Is dit nou een simulatie? Neem die blauwe pil maar. Ik kijk door dat frauduleus bestaan. Zie al je trauma's. Je verslaving, je zelfvertrouwen dat omlaag schiet. En je oorbellen die zeggen, ik ben de vrouw in mijn relatie. Pauw! Ik geef die bitch een extra gat. Ik dacht, je wou die transformatie. Hey! Hey Wachowski! Hey Wachowski, what's poppin'? Ik vertrouw geen fucking Vlaming. Laat staan deze Jood. Hij geeft zijn eigen maat nog aan als een metronoom. Ik sla je met denken, yo. Want al mijn punches zijn adembenemend, bro. Alsof je wordt geraakt met een leverstoot. Ik laat je sterretjes zien zonder telescoop. Je bent in slechte conditie, meteen gesloopt. Ik ben een beest hier zo onder zeeniveau als Davy Jones. Neem je schedel zo mee als een inheemse trofee. En pak je op je zwakke plek wanneer je babyhoofd geeft. Hey. Ik heb de meest zieke geest. Elk schrift waarin ik schrijf wordt een medisch dossier. Dus zeg dat ik... Hey. Dus zeg dat ik dit lieg. Ik ben realistisch. En de realiteit is veel gekker dan fictie. Oeh. Met derde ronde begint hij nu weer. We've got a battle. We have got a battle. Uit. Yes, sir. Mei. Uit. Tata verzamelt munten. Met name Deense kronen, omdat hij die de mooiste vindt. Uitmuntend, holy shit. Gaat er bij iemand al een belletje rinkelen? Ik heb genoeg van al die phony shit. Je bent geen don, je bent gewoon een bitch met kronen, dat is een koningin. Hé, maar ik heb goed gegeten van de morgen. Bakte wat boter, een eitje, een broodje of vijf, een ezelsoortje erbij met wat suiker voor aan de zijkant. Met andere woorden, ik heb goed gekookt voor ontbijt. Tata die nam alleen kook voor ontbijt. Hoe de fuck kan je daar zo trots op zijn? Dat snapt toch niemand? Oh, zo fucking kookverslaafd. Nu vind ik dat toch iets te fucking zielig. Tata ging op stap en werd verslaafd aan die suiker. Behekst in het duister, achtergelaten met kruimels, net als Hans en Grietje. Dus je kan beter even diep in die spiegel kijken, in plaats van er steeds weer die stenen op te kappen. Echt, ik meen, je moet dit snappen, want het wordt toch een probleem. We weten dat een deel van je gezicht zeker zal verbranden na het gebruiken van die stenen in je zakken als in Harry Potter 1. Je matties geven geen fuck om je probleem. Fuck die shit. Zwadderig, alleen maar slangen om je heen. Maar kijk, als ik God was, had mijn geduld al lang op geweest. Want Mark gedraagt zich toch nog steeds op elke feestdag als een fucking beest. Tata is zelfs liever lam verdoofd op een offerfeest. Kijk, maar Gino stapte op Tata af, zo van, hey raar boelertje. Ik ben een team aan het samenstellen van junkies en B-rank Belgen en ben nog steeds zwaar zoekende. En ik wil jou erbij. Lijkt dat geen strak plan? Ja? Nice, dan doen we het. Haal de 5 gram en gingen samen lines oefenen. Hey. Dus waarom gedraagt die strakke boeler zich altijd cool als hel? Ik maak jou niet slecht bij jouw team, Captain Sukkel, dat doe je zelf. Straks krijgt Gino PTSD en voel je zijn woede snel. Je bent de kookverslaafde bitch die niks om Gino geeft, je lijkt zijn moeder wel. Ja. Pleeg eens in dit, pleeg eens in dat. Je bent aan het zagen, bitch. Heb je dat niet zelf door? Het enige dat ik wil dat jij pleegt, is zelfmoord. Hé, maar Tata is een maand de jungle ingetrokken. Dus hij is vast afgekikt. Hij ging op zoek naar de sleutel tot het juiste pad in de bomen, net als Pans Labyrinth.
Maar je hebt eindelijk je battle tegen Fiction. Proficiat. Maar genoeg gezeik met Tata nu, dus bek dicht. Patricia, ik ga veel te lang over de rooien als een fietspad. Maar ik hou het cool wanneer we piefen als een vriesvak. Als jullie Belgen niet willen verstaan, verstaan jullie voortaan maar niemand. Met elke rapper op zijn bek, nu klinkt iedereen van Friesland. Yes. En niet denken dat ik het nu nog lastig heb trouwens. Mijn hele team die heeft mijn rug en ik het land op mijn schouders. Hé, hey, wat praat je gek? Dat is geen dreigement, maar een vraag, want echt, ik versta je slecht. Dat is geen dialect, maar een spraakgebrek. Met dat waterhoofd snap ik al die H2O. Het is een mentale lek. Oké. Daarom zeggen Belgen lopen in plaats van rennen, want ze zijn allemaal wat trager, hè? Ze noemen homo's daar Jeanette omdat hij zo heette voor die Jari werd. Maar vraag je, chef. Stop alsjeblieft met je memes over socially awkward zijn, ei. Shit, ik snap niet hoe een man zo lang online blijft zonder dat hij spijt krijgt als je thuis niet eens echt kan connecten. Wat een k***e wifi. Doe even normaal, joh. Fiction, waarom leg je de nadruk zo hard op de eerste klank van sci-fi? Je shit kan wel nice zijn, maar al had je bars als sci-hi, ze gaan bij elke bar. Wat zei jij? Hey, fucking fight night. Ik geef je creatieve punches alsof je klappen van Mike Tyson in een mushroom high krijgt. Want dit is geen landenstrijd. Ik ontmoette op de rode duivels. Jij bent thuis het grootste tuig omdat je met oranje rijdt. Fucking Busty Rhymes. Heel je... Fucking Busty Rhymes. Heel je squad die bukt die butty boys doen de dutty wine. Want als ze klappen als een echte fucking rasta krijgen, ga ik zorgen dat ze lassie hij. Hey! Shit, jij battelt voor de halve prijs. Faggot, dat is gastarbeid. Verandert straks van nationaliteit, want hij wil Tata zijn. Maar ik doe aparte witte shit, alsof ik wasjes draai. Ik sla je tanden door je lip en was gelijk mijn handen voor dat genitale vrattenzwijn. Ik maak alleen maar headshots als een vatzig wijf. Jij bent best tof, maar ik de best tof al die guys. Je denkt je bent dope? Hey, ik eet je als ontbijt. Ik nak alleen nog rappers, al een lange tijd. Maar ik maak nog steeds met een passie lines. Ai, maar jij bent toch de kapitein? Ai, ai, captain. Waar zijn je legends? Why? What happened? Het is 9-11 en je bent laten vallen door je eigen mensen. Hey, ik body froze als cryogenics. Wim Hoffa, koele knakker, ijzersterk. Eén trap in de lucht en zweef smooth naar achter. Michael Jackson. Hey, Michael Jackson, ik schiet Fiction live in action als de Truman Show. Want je beseft pas echt hoe nep je bent wanneer je dadelijk uit de koepels loopt. Was dat time? Ja, nog drie. Bro, drie. Hey, give it up for this battle, yo. Geef het op voor deze battle. Ja. Ja, man. Abonneer meteen op dit kanaal, Punch Out Battles. Volg mij op Twitch, Most Excellent One. Shout-out naar onze sponsoren Club Blue Rotterdam, Peter Akkerman, de Cartier Specialist en Coffeeshop De Boel in Vlaardingen. En dit keer ook Rotterdam Street Culture Week. Dankjewel. RSC Ray, rest in peace, Pat Stay, man. Soccer free, bounce.